Breda Nu. Je weet het meteen. De jaarlijkse sponsorborrel van het Breda Jazz Festival vond dit jaar weer plaats in het Holland Casino. Twee hoofdsponsoren en 30 sponsoren waren uitgenodigd om met elkaar bij te kletsen over de komende editie van het Breda Jazz Festival. En we staan een beetje, nog niet op de helft van ons organisatieseizoen. We beginnen altijd begin september. Maar deze fase van het organisatieseizoen staat voor ons eigenlijk altijd wel in het teken om onze financiën rond te krijgen. Onze bestaande partners weer eens te zien, bij te praten, de afspraken voor volgend jaar te maken. Maar uiteraard ook nieuwe partners, nieuwe sponsoren te vinden om ons budget weer financieel gezond te krijgen en te houden. Hoeveel was het budget precies afgelopen jaar? Ja, dat heb ik niet precies in mijn hoofd zitten, maar dan zitten we pak en beet rond de 4,5 ton. En verwacht je daar dit jaar weer aan te kunnen komen of is de ambitie om daar nog overheen te gaan? Nou, we moeten echt wel weer dit jaar in ieder geval aan hetzelfde budget komen als vorig jaar. Want we zaten daar al aan een minimum. Dus we hopen daar en we verwachten er ook wel dat we daar weer overheen gaan groeien. Zodat we toch weer wat kunnen gaan investeren in het programma en in het festival. Ja. De oudste sponsor van het festival vanaf het eerste uur erbij is natuurlijk Oranjeboom, tegenwoordig InBev. Ja, dat voelt voor ons heel natuurlijk. Dat is iets wat we, ja, dat zit in onze genen. We hebben zoiets van, het jazzfestival hoort bij Breda, net zo goed als onze brouwerij dat hoort. En eigenlijk is het gewoon van nature ontstaan en voelt het ook van nature om samen op te trekken voor wat betreft het jazz met Hemelvaart. En uiteraard ook een groot zakelijk belang, want ik neem aan dat er wordt veel bier verkocht. Er wordt zeker veel bier verkocht, moeten we gewoon eerlijk in zijn. Zeker als het mooi weer is, jullie hebben het zelf ook wel eens gezien. Kun je over de koppen lopen, een en al gezelligheid, nooit een onvertogen woord. En dat spreekt ons aan en het moet vooral gezellig zijn en gezellig blijven. In hoeverre heb je nou als grote sponsor ook iets te vertellen over dit festival? Heb je ook invloed of inbreng, kan dat? Nee, ja, we bemoeien ons niet met de programmering als je dat bedoelt. Daar hebben we ook geen verstand van. Of terras opbouwen of zoiets? Nee. Op zich gaat dat goed. Dat gaat in samenspraak met de ondernemers. En daar bemoeien we ons aan zich niet mee. Het is de Stichting Jazz die de vergunningen uitdeelt en ook de vergunningen beheert. En daar ook verantwoordelijk voor is. Maar verder loopt die samenwerking prima. Ja. Breda Nu. Je weet het meteen.